Ja, dames en heren, alweer een bijzonder moment. Wat dat betreft aaneengeschakeld vanmiddag in een fantastische sfeer. En fantastisch, en ik hoop dat u daar ook op die manier van geniet. Fokker van het jaar 2017. Een bijzondere eretitel die we ieder jaar uitreiken. En voor de fokker van het jaar 2017, ook dit weer, hadden we een uitgekiende puntentelling met een lijst voor topfokkers samengesteld. En hierin zijn alle fokresultaten over 2017 evenwichtig meegewogen. De top lag dit jaar heel dicht bij elkaar, dichter dan het jaar daarvoor. Wat dat betreft staat de fokker van het jaar 2017 bekend als iemand waarbij fokkerij en sport hand in hand gaan. Ze, want het gaat hier in dit geval om een dame, draait haar hand er niet voor om op haar eigen fokproducten, maar ook die van anderen, onder het zadel en of op diverse manieren aangespannen op wedstrijden uit te brengen. En ook tijdens shows is ze altijd met veel enthousiasme van de partij. Tot fokker van het jaar 2017 is gekozen Suzanne Bouwman. Jan en Suzanne Bouwman uit Win uit Nijenveen. We gaan ze binnenhalen, dames en heren, de fokkers van het jaar 2017. Suzanne en Jan Bouwman uit Nijenveen. Ja, Jan die wil niet, maar hij moet wel, of niet mensen? Laten we eens even horen. Daar zijn ze, tranen over de wangen, dames en heren. Het was een bewogen jaar. Samen runnen ze in Nijenveen de Egbertinehoeve. Naast de handel en het trainen en uitbrengen van paarden van allerlei rassen staat het Friese paard bij het echtpaar centraal. Friese paarden worden naast het gebruik ook ingezet voor de fokkerij. En tot nu toe zijn er 68 veulens bij Jan en Suzanne ter wereld gekomen. Van 12 het sterpredicaat hebben ontvangen. 2017 zijn aan deze palmares één modelmerrie, een prestatiemerrie, een sportmerrie en een sportelitepaard toegevoegd. En het afgelopen jaar mocht Bouwmans fokproduct Madame van de Egbertinehoeve het predicaat prestatiemerrie ontvangen. Pier 448 dochter Ingrid van de Egbertinehoeve werd bekroond met het hoogste exterieur predicaat, namelijk model. Ze stamt af van Thea van de Egbertinehoeve, de halfzus van prestatiemoeder Madame. En het sportpredicaat was weggelegd voor Lolkje van de Egbertinehoeve en halfbroer Minne van de Egbertinehoeve. Mocht het nieuw in leven geroepen predicaat Sport Elite achter zijn naam zetten. Beide sportresultaten zijn uiteraard bereikt in handen van Suzanne Bouwman. Met slechts 4 verschillende paarden, 2 merrieleiden, is Suzanne en Jan verkozen tot fokker van het jaar 2017. Daar zijn jullie voor die hengsten gaan staan. Dan gaan we dan ook even voor Jan en Suzanne staan. Wat een toppers mensen. Met z'n allen een ovatie en een ereronde. Ja, prachtig. Ze hebben het verdiend, dames en heren. Live interview nu even. Maar de show must go on. Ik zou zeggen, we gaan zo dadelijk genieten van een prachtige show. Ze kunnen vast binnenkomen. En dan gaan we richting de kampioenskeuring. Goed, we nemen afscheid van de fokkers van het jaar hier uit de piste. Interview kan achter de schermen nog doorgaan. Prachtige dag voor Jan en Suzanne Bouwman uit Nijenveen.
Ik zou zeggen, onze showband mag binnenkomen. We hebben een muzikaal intermezzo, dames en heren. Mooie woorden van Jan Bouwman hier achter mij. Als Jan Eek in de piste is, is hij voorlopig nog niet weg. Goed. Waar blijft ons team? Laat ze maar binnenkomen. Drumline van de Sterkse Slotlanders uit Vraneker gaat voor ons optreden. Ik hoor ze al.